fear no one. To fulfill the promise we made. No matter the darkness, nothing will stand in our way. De 20e van april is het zover. De nieuwe God of War is er dan eindelijk. En naast mij is aangeschoven Peter. Peter was al een van de gelukkigen die hem mocht checken op een preview event. Vertel ons alles. Laat niets weg. En vooral, wat is er anders vergeleken het andere deel? Met de oude delen. Ja, weet je, ik ben heel erg blij met PlayStation tegenwoordig. Ik vind het tof wat ze aan het doen zijn met oude franchises die een beetje aan het vernieuwen zijn. Kijk, ik ben natuurlijk niet de God of War man van de redactie. Dat is Daniel, maar die was druk met afstuderen. Dus ik heb... I took the bullet. Ik vond bijvoorbeeld Uncharted 4 een hele fijne vernieuwing ten opzichte van 1, 2 en 3. Daniel vond het iets minder, maar ik heb met God of War... Het is echt heel erg nieuw en heel erg anders. We gaan weg van de vaste cameraposities en we gaan een veel vrijere, openere wereld tegemoet. Waardoor de game veel meer voelt als games als Dark Souls qua camerapositie en vechten. Het is niet zo moeilijk als Dark Souls, maar gewoon hoe de vibe is van de game. Mm-hmm. Ja, eigenlijk is het gewoon dat. En dat is voor mij heel erg prettig, want het voelt veel minder beperkt voor mij. De wereld voelt veel meer vrij en open. En als je dan in die wereld een verhaal vertelt wat emotioneel is en grafisch mega verbluffend. Nou, ik moet zeggen, ik heb dit jaar in 2018 sowieso nog niet gehad. Maar ik heb sinds The Legend of Zelda niet zo een moment gehad in een game dat ik dacht van... What the fuck is hier aan de hand? Wat vet. Dat was Breath of the Wild, dat was echt de laatste keer waar ik dat had. En ik heb het nu ook met God of War. Ik was ongelooflijk vast. Ik heb 2,5 uur gespeeld. Ik ben echt in een ruk uitgespeeld. 2,5 uur uitgespeeld? Gewoon gelijk klaar? Nee, die 2,5 uur. Maar even één stapje terug, even voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Welk verhaal hebben we het überhaupt over? Ja, in God of War speel je Kratos. En Kratos is een god en hij heeft een kind. En dat kind heet Atreus. En dat kind was er niet in de eerste delen, is er pas nu. En het toffe aan deze God of War is dat ze dus een nieuwe mythologische omgeving gaan verkennen. Oeh, waar gaan we heen? Ja, het was altijd Grieks natuurlijk. De Griekse goden Zeus. Die staf, soort Sinterklaas. Maar dan, goed, maar ik vind niet uit. We gaan naar de Scandinavische mythologie. Dus Odin. Oh. En Odin en zijn de bende van Odin. Odin is een konijn. Daar gaan we naartoe. Dus het speelt ook in Scandinavië in de sneeuw. En dat zoontje krijgt een heel erg belangrijke rol. Hij heeft voor het eerst een zoon. De moeder van dat kind is net dood. Handig. In het begin van de game. En dat wordt op een hele emotionele mooie manier verteld. Want jij moet jouw zoon voor het eerst dingen gaan leren. Want alles tot het moment dat die moeder stierf, was die zoon ook echt van die moeder. Die heeft hem alles geleerd. En nu moet Kratos opeens zijn kind gaan opvoeden. Maar hoe zwaar is dat voor hem? Want hij is altijd een beetje boze meneer. Ja, hij is een hele boze meneer. En nu ineens... Een zoon erbij. Ja, het is ook niet dat hij heel empathisch is, maar je merkt wel een hele bijzondere connectie tussen de twee. Dat kind dat wil graag, hij snapt alles natuurlijk, Kratos snapt alles, dat kind maakt fouten. Ja. Hij is heel streng, maar die dynamiek met die twee, dat is ook in de gameplay en in de hele game doordrenkt dat. Ik heb ook het idee dat Atreus, dat kind, een hoofdrol gaat spelen of in het einde van de game of in een volgende game. Want eigenlijk draait de hele game om hem zonder dat je hem bestuurt. Okay, maar hoe gaat het dan inderdaad in zijn werking? Doet hij een beetje leuk mee of ren jij gewoon naar een battle toe, je slaat alles in en hij komt later aanhuppelen en roept af en toe random zin? Nee, hij heeft wel een functie. Hij heeft een knop en als je die knop indrukt gaat hij pijlen schieten. Dus je hebt verder geen invloed op waar hij staat. Hij zorgt wel dat hij altijd in veiligheid is, want anders was het te veel gekloot geweest, denk ik. Ja. Maar het is bijvoorbeeld, we hebben een enorme troll verslagen. Dat was een super vette boss battle waar je echt... Met je wapen zo hoog komt als de knie van die troll, weet je, die staat echt zo te knokken. En daar is dat zoontje heel belangrijk, want als je op de knop drukt op een goed moment, dan gaat hij pijlen schieten en dan gaat hij richting je zoontje. Dus dan heb jij even tijd. Oh. Het is een afleidingsmanoeuvre eigenlijk. En dat is echt heel erg tof gedaan. Ook alle minuutjes, dat viel mij op, vond die guy van PlayStation heel bijzonder dat mij dat opviel. Ja, ik was zo slim. Alle menus in de game zijn geschreven uit het perspectief van Atreus. Dus je hebt een soort encyclopedie. Ja. Als je een nieuw monster ontdekt, dan krijg je een nieuwe update in je codex. Dat wordt geschreven uit het perspectief van dat kind. Maar zorgt het er ook voor dat als je nu pas instapt in daar met God of War, dat het begrijpelijker is? Het boeit helemaal niks of je nu pas begint met God of War. Want het is echt helemaal, de bezem is er doorheen. Het is een hele nieuwe franchise, veel meer op de story. De afscheid nemen van die moeder. Ik was emotioneel echt heel erg bij betrokken.
En de game is ook veel meer een RPG geworden. Beide hebben een skill tree, zowel het kind als Kratos zelf. Het vechten is ook veel meer Dark Souls. Weet je. Het is veel directer. Je deelt directere klappen uit. Je moet echt defenden, je moet echt dodgen. Dat moest je al, maar omdat je in dat nieuwe perspectief zit, voelt het alsof alles veel meer impact heeft. Mm-hmm. En het game ziet er... Jezus, ik wou net vragen, we gaan dus helemaal ergens anders heen. Hoe is het in de sneeuw? Ja, merk je er überhaupt iets van? Van de sneeuw zelf? Ja. Nou, buiten dat je sporen achterlaat. De game is grafisch zo verbluffend mooi. Het is echt bizar. Ja, jullie zien nu gameplaybeeld. Deze game is zo mooi. Vooral het licht. Omdat je in een besneeuwde wereld, iedereen die wel eens op wintersport heeft geweest of een zonnige winterse dag in Nederland heeft meegemaakt, weet dat licht dan heel erg mooi is. Op een of andere manier. Dat is echt ongelooflijk vet gedaan. Het ziet er zo schitterend uit. Op een gegeven moment heb je een gevecht met de Stranger. De Stranger wordt gestuurd door Odin en de Stranger kan niet dood. Oh. Dus het is een hele lange battle, want je moet hem doodmaken, maar kan hem niet dood. Dus het is alleen maar vechten. Nou, je slaat die guy door bomen heen, tegen rotsen aan en dan neemt een cutscene het weer over. Ik vond het geen quicktime events, wel nemen cutscenes soms over, weet je, als je dan een bos een derde hebt verslagen opeens. Maar het gaat zo vloeiend, je hebt amper door dat het overgaat in een cutscene. Het is allemaal zo natuurlijk en de game neemt je mee in zulke brute kom en het wordt zo mee in beeld gebracht. Ik heb zoveel zin in God of War. Ik was echt zo verrast. Echt, het ziet er echt super goed uit. Heerlijk. Maar het is vooral het feit inderdaad dat je dus weer, ook als je de rest niet hebt gespeeld, dat je dan ook nu kan gaan genieten. Ja, want ik heb de rest niet gespeeld. Nou, tof. Nou, ik heb de rest niet gespeeld. En het kan gewoon. En het kan gewoon. Het is ongelooflijk. En ik vind inderdaad het perspectief van het zoontje echt heel tof. Want het geeft, je bent niet zo eenzaam op een of andere manier ook in de game. Het is natuurlijk een singleplayer game, maar je ziet altijd het zoontje rondhuppelen en er komt weer een cutscene waar je je zoontje ding moet leren, bla bla. Het voelt alsof je daardoor de game met iemand beleeft. En dat is echt een heel fijne manier. Het is goed gedaan. Nice, dus nooit meer alleen met God of War. Nooit meer alleen met God of War. Vanaf 20 april. Vanaf 20 april. Kom dan ook vooral terug naar gamers.nl, want Daniel gaat natuurlijk de review doen. Ik heb de preview gedaan, maar Daniel gaat de review doen. Wil je dan zijn ultieme oordeel weten, kom dan richting 20 april naar gamers.nl voor zowel de geschreven als de video review. En tot nu toe laten wij het dan weer bij. Yes.